Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie onderkent dat er grote uitdagingen zijn om zaken in orde te maken voor de organisaties die vallen onder zijn ministerie. Afgelopen woensdag, kort voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei de bewindsman onlangs goede gesprekken te hebben gehad met de brandweersbond. De bond belegde woensdag een algemene ledenvergadering waarbij werd besloten dat de leden alleen uitrukken voor woningbranden en technische hulpverlening. We hebben een hele lijst aan ressources die betaald moeten worden. Ik onderken de behoeftes van de verschillende korpsen. We praten nu over de brandweer. Maar inderdaad, ze hebben uitdagingen. Gisteren bijvoorbeeld hebben ze aangehaald ten aanzien van PSU bijvoorbeeld, persoonlijke standaard uitrusting. Dat ze kleding ontberen, dat ze speciale laarzen ontberen. Die ze allemaal moeten aanhebben wanneer ze bijvoorbeeld uitrukken voor een brand. Dus die uitdagingen onderken ik wel. Op dit moment werkt het ministerie aan het in orde maken van 2 blusvoertuigen voor de brandweer. Het grootste probleem ligt echter nog steeds bij de beschikbaarstelling van middelen vanuit het ministerie van Financiën en Planning.